Omdat de bouwwereld snel verandert en kennis delen en ze integraal samenwerken de nieuwe norm wordt, richten Stam en de Koning en Imbo samen Bouwbureau op. Vandaag spreek ik beide partijen om te horen wat dit precies inhoudt. Hey Ilse. Hoi. Ilse, wat is het Bouwbureau precies? Het Bouwbureau is samenwerking tussen Imbo en Stam en de Koning. We bouwen dan eigenlijk al virtueel het hele gebouw op, waardoor jij een uitvoering minder faalkosten hebt, doordat jij in het voortraject alle knelpunten al tegenkomt en dus meer tijd hebt om ze op te lossen. Samen zorgen we ervoor dat we binnen budget, binnen de planning kunnen blijven tijdens de bouw straks, tijdens de uitvoering. Wij werken dus eigenlijk gezamenlijk aan een bouwmethodiek. We bedenken detailleringen, oplossingen die je anders vaak in de uitvoering tegenkomt. Doordat we de Trudentoren gezamenlijk hebben gemodelleerd, is het model op in bepaalde wijze opgebouwd. Wat we eigenlijk voor ieder project op dezelfde manier doen. En dat betekent dat in de uitvoering, maar ook in de calculatie, kunnen ze het model gebruiken om hoeveelheden uit te trekken, waardoor je sneller kan calculeren. Onderaannemers die kunnen sneller hun prijs afgeven, omdat de hoeveelheden al heel inzichtelijk zijn. En buiten in de uitvoering kunnen ze sneller de controles doen, omdat ze de modellen kunnen gebruiken voor het controlewerk. We ontzorgen daarmee dus onze collega's, zodat er een kwalitatief hoogwaardig product wordt neergezet. Imbo werkt samen met hun opdrachtgevers aan onze alledaagse leefomgeving en zij maken onderdeel uit van het Bouwbureau. Vandaag spreek ik Bart van Berlo over hoe dit in zijn werk gaat. Hey Bart. Hoi, Amber. Bart, wat is het doel van Bouwbureau precies? Nou, het doel van het Bouwbureau is om van het ontwerp van de architect een 3D BIM-model te maken met alle bijbehorende stukken. Om te zorgen dat jullie inkoop, jullie werkvoorbereiding en jullie uitvoeringsteam de werkzaamheden feilloos kunnen uitvoeren. En wat is de rol van Imbo precies? Nou, onze rol binnen de samenwerking met Stam en de Koning is de engineeringsrol. Dat houdt in dat we met alle andere partijen die ook betrokken zijn bij de projecten, bijvoorbeeld constructeurs, installateurs, andere adviseurs, samen maken wij de stukken van ontwerp tot uitvoering. En hoeveel projecten hebben jullie al gerealiseerd op deze manier? Nou, sinds onze samenwerking, ik denk vanaf 2017, hebben we inmiddels 50 projecten samen gedaan. Meer dan 50. De basis is een prettige samenwerking met Stam en de Koning en een wederzijds vertrouwen. En het is hartstikke mooi om al deze mooie projecten samen te zien groeien naar een prachtig resultaat. Zoals ik al zei, wordt integraal samenwerken en kennis delen de nieuwe norm. En dit zit bij het Bouwbureau wel goed. Een fijne manier om prachtige projecten te realiseren. Bedankt voor het kijken. Doei!